Leuk dat je kijkt naar mijn kanaal Winnie's Wol. Ik ben Winnie en dit is geen gewone vlog. Ik vind het eigenlijk best wel spannend om deze video op te nemen en online te gooien. Omdat ik niet weet, ja, of dit gaat werken, of dit gaat lukken. Ik vind het gewoon spannend. Laten we het zo zeggen. Degene die mij nog niet kennen en heel erg benieuwd zijn naar mijn gewone vlogs, dan heb ik er 10 online staan die je kan kijken. Let erop, de eerste paar die hebben inderdaad een wat slechtere geluidkwaliteit. Ik heb later een nieuwe camera gekocht. Dit is geen gewone vlog, maar wat is dit dan wel? Ja, een beetje een announcement, een aankondiging of hoe je dat ook goed gaat zeggen. Ik heb de stoute schoenen aangedaan en ik heb een Etsy shop geopend. Ja. We hebben veel mensen een Etsy shop waar ze handgemaakte producten verkopen of garens, geverfde garens. Ik koop vaak wat op Etsy. Ik vind dat ook leuk. Ik steun ook de meeste indie dyers. Zoals mijn verzameling dat al best wel zegt. Maar nou ben ik zelf ook aan het garen verven en dat doe ik al heel lang. Ieder jaar komt het weer voorbij en dan denk ik, ja, maar ik kan het niet eens opbreien en dat vind ik wel zonde. Nu had ik een idee om toch wat te gaan doen met mijn garens die ik allemaal heb geverfd en ik wist niet wat. En ik heb natuurlijk die sjaal gemaakt, Steven West sjaal, Festus Unite sjaal. Ja, geweldig, maar om daar nog 10 van te maken, ik heb er alweer 1 op de pennen staan. Maar ik vind het lastig, want ik ben ook aan het sparen voor een nieuwe lamp, want het wordt steeds sneller donker. Ik moet ook snel zijn met deze vlog, video. Het is geen vlog, Winnie. Geen vlog. Het is een videootje. Want anders heb ik geen natuurlijk licht meer en ben ik alweer te laat. Dus daarom wil ik heel graag sparen voor een lamp. En wil ik wat handgemaakte producten verkopen. En want handgeverfde wol die ik heb liggen, slingeren, waar ik niks mee doe. Dus ik heb de stoute schoen aangetrokken. En ik heb hem geopend. Ik heb er nog niet veel in staan. Ik ga ze er allemaal vanavond inzetten. Voordat dit filmpje online staat, heb ik alles erin staan. I promise. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om te laten zien welke strengen erin komen. En wat er nog meer in gaat komen. Ik heb ook wat steekmarkeerders die ik erin ga zetten. Dus ik denk, ik laat het zien wat ik heb. En als jullie het leuk vinden, ik heb het in de beschrijving hier beneden. Zet ik de links naar mijn Instagram, naar mijn Etsy shop. En ik ben aan het sparen voor een lamp. Want dan kan ik ook wat later op de dag, als ik ochtenddienst heb gehad, een vlog opnemen. Zodat ik niet met moeite moet doen om uit te kiezen wanneer ik wel een vlog op kan nemen en wanneer niet. Ik wil daglichtlampen. Dus ik dacht, we gaan het in de verkoop zetten. Ik ga wat laten zien. Ik heb ze namen gegeven, zo random, want ik ben daar helemaal niet goed in geweest. Een vriendin van me heeft geholpen. Dezelfde vriendin die ook met me aan het verven is geslagen. En zij heeft ook hele mooie dingen. Dus ik zet haar shop ook. Dat is Made by Lisetje. En we hebben samen namen bedacht. Dit is de eerste Pig Panther. Ik heb hem één streng ervan. One of kind. Ik kan hem ook niet namaken. Ik ben gewoon met kleuren aan het spelen, aan het gooien. Soms lukt het me om na te maken. Maar als je dat wil, mail me. Dan ga ik kijken of ik het red. Hier zit 75% scheerwol in en 25% polyamide. Dus hij is iets wat rustieker. Het is geen merino wol. 100 gram is 420 meter. Meer kan ik niet zeggen. Het is Pig Panther. Hij is goed fluoriserend roze met blauwe spekkels. Dat is wat ik erover. Ik heb er 1 van. Ik denk dat dat ook wel handig is. Ik heb alles op schoot zitten en alles gaat alle kanten op. Ik heb deze pad genoemd, want hij was niet zo groen als een kikker. Dus meer als een pad. Met wat spekkels, blauw en groen en allerlei tinten erin. En nou valt van alles op de grond. Oh, dit gaat echt een vlog worden, jongens. Dit is wel 65% merino. Dit is 20% nylon en 5% zilveren steline. Dus er zit een klein glitterdraadje in. Ja, ik vind het prachtig, maar te veel. En ik wil sparen voor lampen. Ik heb er 1 van. One of kind. Kan ik niet namaken. Die echt zeker weten niet. Want dat was ook spelen met kleur. Ik heb hier nog eentje met wat zilver stellina.
Dat is dus ook 75% merino, 20% nylon, 5% stellina. 100 gram is 400 meter. Dit is dan de waterkant, want bij een pad hoort wel een waterkantje. Ik kijk een beetje raar eroverheen, want ik wil kloppen de kleur. Ja, die kleuren kloppen zo perfect. Lekker fel met een klein glittertje. Ik hoop dat je die kan zien. Daar heb ik er ook eentje van. Ik heb er nog meer één van. Ik doe eerst alle enkele. Dit is de hemel. Dit is ook met stellina erin. Zilver stellina. Dit is 75% merino. 20% nylon. 5% stellina. 100 gram is 400 meter. Dus er zit iets minder op de meter. Hij is blauw met zilver. Verschillende. Het is variegated blauw. Dus niet helemaal even op alles wat lichter, wat donkerblauw. Deze heb ik er ook in. Dit is onweersbui. Want donkerpaars met blauw. Dit is 75% merino, 25% nylon. 100 gram is 425 meter bij deze. Ik heb verschillende basissen gekocht. En daar ben ik op aan het verven aan het uitproberen gegaan. Regendruppels. 70% schewel, 25% polyamide. 100 gram is 420 meter, dus hier zit iets meer meters op. Hij is iets rustieker door de schewel in plaats van merino wol. Maar even goed nog heerlijk zacht. Ik heb hier dus echt totaal geen problemen mee. Sommige mensen die echt niet tegen wol kunnen, ik snap het. Maar ik heb hier echt totaal geen problemen mee. Ik vind het even goed nog heel zacht. Allemaal verschillende soorten blauw tinten. En er zit wat wit in, maar dit is ook lichtblauw. Het is meer lichtblauw dan wit. Daar heb ik er ook eentje van. En heb ik nog twee minis. En die heb ik gedaan om verfbaden helemaal kleurvrij te krijgen. Dus als ik een streng heb geverfd, dan heb ik vaak nog wat kleur in het water. Dus die kan ik ook niet helemaal goed meer namaken. Maar om alle verfstoffen uit het water te krijgen, verf ik vaak nog een mini streng. Er valt weer bijna wat. Ik heb deze cyclaam genoemd, omdat het allemaal lichtroze tinten is. En af en toe een verdwaalde spekkel blauw. Waar die vandaan komt, weet ik ook niet. Dit is 75% merino, 25% nylon. Dit is 20 gram mini. Dus dat is ongeveer zo'n plus minus 85 meter zit erop. Ik gebruik dit soort minis voor hielen, tenen en boorden. Voor op mijn sokken. Of ik gebruik ze in mijn deken. Ik wijs naar een tas waar ik mijn deken in heb zitten. Voor mijn alle dagen half uurtje haakwerk of handwerk. Dus dat die heb ik hier staan. Is een dingetje. Inside information. Ik heb nog een mini kleur blauw. Best wel fel blauw. Hij komt, ja, ik heb nu mijn lampje. Het is niet, hij komt niet helemaal lekker over. En er valt er weer een op de grond. Ik heb stof gezogen hoor. Geen punt. Dit is lucht. Dit is ook 75% merino, 25% nylon. Super lekker zacht. 20 gram en dat is ongeveer 85 meter wat erop zit. Hij is echt heel lekker zacht. En dat komt echt door die merino, dat merk je gewoon. En dan heb ik nog één enkeltje. Ja, deze heb ik vergeetmenietje gedaan. Vergeetmenietjes kunnen wel dat hele mooie blauw hebben. Een beetje, het is niet dezelfde kleur blauw, maar het deed me denken aan een vergeetmenietje. Dit is ook 75% schewel, 25% polyamide. Iets rustieker, maar evengoed nog zacht. Ik vind hem evengoed nog heerlijk zacht. 100 gram is 420 meter. Ja, ik vind hem evengoed lekker zacht. Heb ik er ook eentje van. Dan heb ik hier Astromeria. Waarom? Geen idee, het is een bloem. Ik zal kijken of ik een foto van de bloem trouwens erbij kan doen. Dit is 75% merino, 20% nylon, 5% zilveren stellina. 100 gram is 400 meter. Hij is iets rustieker voelt hij door de stellina die er doorheen is getwijnd. Maar even goed.
voelt hij heel zacht. Hier heb ik er 2 van. Dus daar zou een prachtige sjaal van gemaakt kunnen worden. Beetje geel tintjes, Alstomeria geel. Beetje paars, beetje groen, de blauw tintjes. Ja, die blauw past niet helemaal bij Alstomeria's vaak, maar sommige wel. Ja, ik vind hem lastig. Namen vond ik echt heel lastig. We waren ook een hele middag aan het heen en weer appen en foto's. Waar lijkt hij op? Daar heb ik er 2 van. En voor de mensen die iets herkennen. Dit is ook andere verftechniek geprobeerd. Ik heb ze al een keer weggegeven voor mijn eerste giveaway toen. Ik heb hem nu Tulpenveld genoemd. Toen had hij nog geen naam. 75% merino, 25% nylon. Super zacht. Hij is 100 gram, is 425 meter. Hij is heel zacht. Daar heb ik er ook 2 van. Bollenveld. Dus groen, blauw, rood. Verschillende tintjes ertussenin. Waar ze wat mixen. Wat wit. Andere verftechniek. Oeh, nou trillen jullie. Nou, deze moet wel heel erg bekend zijn. Ik had hem inderdaad met mijn Halloween giveaway of mijn Winnie's Herfstmal gemaakt. Ik heb hem nog een keer nageprobeerd te maken, want ik vond het gewoon echt een hele leuke verftechniek wat ik had gebruikt. Andere techniek wat ik normaal deed. Kooikarper. Ik noem hem niet kooikarper, maar kooi. 75% scheerwol, 25% marine of polyamide. Even overnieuw voor de duidelijkheid. Ik heb er nog 2. En dat is kooi, 75% scheerwol, 25% polyamide. En 100 gram is 410 meter. Dus hij is van scheerwol super zacht. Hij is zachter dan weer andere. Dus het is wel weer van een andere molen. Oranje met wat groene spekkels en wat zwarte spekkels. En ja, kijk, dit vind ik dus heel gaaf geworden. Ja, daar heb ik er 2 van. Dan heb ik ook natuurlijk kroos. De mini die ik erbij had geverfd voor mijn giveaway. Ik dacht, ik ga hem ook in het groot proberen. Kijken of het me lukt. Nou, hier is kroos geworden in het groot. Zit iets meer zwart in. Dit is 75% scheerwol, 25% polyamide. 100 gram is 410 meter. En hij is super zacht ook. En ja, dit is wel de juiste kleur. Zou dit een... Oeh, misschien wordt dit wel mijn thumbnail. Moet ik even mijn haar goed doen. Superleuk. Nou, wie weet lukt dat. Waarschijnlijk niet. En daar zit ik nog een uur lang foto's te maken van mijn eigen kop. Omdat het niet lukt. Thumbnail maken is nog best wel lastig. Ik dacht dat het makkelijk was. Maar nee. Ik ben nogal kritisch schijnbaar. Nou had ik ook wat andere experimenten. Dit is, ik noem hem diep in de zee. Felblauw met paars, roze tinten, zwart, wat groene spekkels. Allerlei kleurtjes ertussen. Dit zijn wel de kleuren. Zo komt hij er wel redelijk overheen. Hij is iets... Ja, fluoriserende blauw. Dit is iets feller in het echt. Ik vind hem in het echt iets mooier, al zeg ik het zelf. Maar dit is ook... Hier heb ik er ook 2 van. Ik heb hiernaast een grote bak staan waar ik ze in doe. Haarvrij vanwege mijn hond. Al komt hij niet bij me in de buurt als ik aan het verven ben. Want dan vindt hij me doodeng. Want dan heb ik muziek op en ben ik aan het dansen. En dan komt hij af en toe eens om het hoekje kijken en dan vlucht hij weer weg. Maar toch, ik wil zo haarvrij mogelijk. Dan heb ik er hier ook nog 2 van. Dit is Hortensia. Is ongeveer dezelfde verftechniek als dat ik voor Diep in de Zee heb gebruikt. Alleen dan met wat paarstinten. Roze tinten en daar heb ik ook wat blauwe spekkels in gedaan. Zwarte spekkels, geen groen. Ik heb echt met blauw wat rood en wat zwart gedaan. Dus een iets andere kleurtinten. Ik kan het wel. Ik vind deze dus ook echt super gaaf geworden. Deze kleuren komen wel aardig overeen. Hij is een beetje, ik vind dat optwisten. Ik ben geen echte indie dyer. Ik ben niet iemand die dat heel keurig zoals ze het... getraind hebben om alle strengen exact hetzelfde te krijgen. Dat lukt me dan nog niet. Maar er zitten echt heel veel leuke spekkels in.
Daar heb ik er ook twee van. En dat zijn eigenlijk alle strengen die ik tot nu toe heb geverfd voor in de shop. Ik heb nog dingen natuurlijk voor mezelf bewaard, sorry. Die ik echt heel graag zelf wil verven of wil gebruiken met handwerken. Nou heb ik er hier ook tussen zitten die ik ook eigenlijk het liefst wil ik ze allemaal gebruiken. Maar ik moet gewoon reëel zijn. Dit ga ik nooit op. Nee, dit ga ik nooit opgebruiken. En ik vind het verven gewoon veel te leuk. Dus, en ik wil sparen voor een nieuwe lamp. Voor een daglichtlamp erbij. Zodat ik mijn vlogs beter kan opnemen. Nou had ik ook wat steekmarkeerders. Ik heb nog veel meer steekmarkeerders die ik maak. Want die maak ik ook zelf. En die geef ik ook af en toe weg aan vriendinnen. En aan mensen die ook aan het haken en breien zijn. Vooral cadeautjes. Maar ik dacht, ja, ik heb er te veel van. Ik ga niet alles gebruiken. Want dan heb ik echt bakken vol. Dus ik denk, als ik nou een aantal ga verkopen, wie weet, dan heb ik wat meer ruimte. En alle beetjes helpen voor mijn licht. Ja, precies allemaal de achterkant. Heel handig, Winnie. Ik had ze goed neergelegd. Kijk, dit zijn de kerst. Zoals je ziet, mijn lampje. Ik heb een beetje een geel lampje. Ik heb geprobeerd om hem op wit te zetten, maar dan word ik heel erg wit. Maar dit zijn de kerststeekmarkeerders. Dus ik heb er drie van. Drie van deze setjes met drie. Ik denk dat ik daar eerst mee begin met deze erin te zetten. En dan kunnen er altijd nog later meer bij. Dan moet ik eventjes hem goed pakken. Voor sommigen die weten het. Maar ik ben gek op Harry Potter. En ik heb inderdaad... Ik heb een eigen kaartje. Dat is heel wat. Maar ik heb inderdaad Harry Potter steekmarkeerders. Nou moet ik even zien focussen. Niet op mij, maar op mijn hand. En daar heb ik er vier van. Vier setjes. Dus die ga ik erin zetten in mijn Etsy shop. Ik zorg alle linkjes hier beneden in de beschrijving staan. Als jullie dit een leuke video vonden, als jullie het een leuk idee vinden dat ik wat ga verkopen. Zoals ik zeg, ik ga sparen voor meer licht, lampen voor mijn vlog op te nemen om betere kwaliteit te kunnen geven. Vinden jullie het leuk? Geef me een duimpje omhoog. Zet in de reactie of je dit leuk vindt of niet. Heb je vragen voor bepaalde kleuren? Kunnen jullie ook altijd een reactie erin zetten en abonneer me op mijn kanaal voor meer video's. Wie weet komt er nog eens zo'n video van wat ik erin ga zetten als dit weg is. Ik denk niet dat het zo snel zal gaan. Maar dromen mag, laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel erg spannend. En ik merk het ook aan hoe ik praat dat het heel hoog zit, mijn ademhaling. Dus het is niet een normale vlog. Ik vind het super spannend. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. En wie weet willen jullie wat van mij kopen. Zodat ik betere kwaliteit video's kan maken. En nog veel meer kan verven. Want ik vind het echt heel leuk om met kleuren te spelen. En met kleuren te gooien in water. En wol mooi te maken. En vervolgens daar prachtige projecten van te zien. Ik vind het heel leuk als andere mensen er mooie projecten van maken. Maar ook heel leuk als ik er zelf wat leuks van kan maken. Dus... En ik wil iedereen de kans geven om een streng te kunnen bemachtigen als ze dat willen. Maar ik heb er niet zo heel veel. Wie weet? Wie weet nog eens zo'n shopvlog? Shopvlog? Oeh, dit klinkt wel heel luxe. Oh, ik vind het echt super spannend. Zal er iemand wel iets willen kopen van mij? Ja, dat is altijd nog maar de vraag. Doodeng. Ja. Maar het licht gaat vrij naar beneden. Dus of ik moet mijn lampje hoger zetten. Of ik stop met kwebbelen. Soms is dat het beste. Heel snel ga ik een volgende vlog opnemen. Een gewone vlog. Vlog 11. En, want ik heb echt heel veel dingen al gehaakt. En gehaakt. Ik heb echt wel wat gehaakt. Pittig wat gehaakt. Ik heb weer een nieuw project op de naalden. En wat oude projecten komen weer voorbij. Tot heel snel. En... ik hoor van jullie, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doeg!